President Chandrika Prasad Santokhi heeft op een zaterdag gehouden persconferentie aangegeven dat er totaal een bedrag van $1 miljard beschikbaar zal komen. Dit zal gebeuren wanneer de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, volgende maand wordt getekend. Het staatshoofd legt verder uit dat wanneer het akkoord met het IMF wordt gesloten, er gelijk een bedrag van $186 miljoen wordt overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. Voor wat betreft de IMF, we hebben gekozen voor een extended fund facility. Waren we ongeveer enkele maanden geleden nog bezig met standby agreement. Standby agreement was voor 2 jaartjes. Die extended fund facility is voor 3 jaartjes. Was het bij standby agreement dat het geld alleen bestemd zou worden voor de versterking van de centrale bank, onze monetaire stabiliteit, internationale reserve, betalingsbalanssteun? Die extended fund facility kan ook gebruikt worden voor uitvoering van projecten. Maar met de betrokkenheid van IMF moet je ook zien dat de IDB ook zal komen met iets van 150 tot 200 miljoen. De World Bank ook zal komen met een bepaald bedrag. De Caribbean Development Bank ook zal komen met een bepaald bedrag. Dus al met al ga je zien dat we in 3 jaar tijd, want die Extended Fund Facility is voor 3 jaar, dus een bedrag zullen hebben van bijna 1 miljard. Voor versterking van de centrale bank, voor verruiming van die internationale reserve, voor versterking van de monetaire stabiliteit, betalingsbalanssteun, maar ook begrotingssteun. Ook voor uitvoering van projecten. Het ligt nu aan ons als regering, en dat hebben we gelukkig al tijden gedaan, heel wat projecten al goedgekeurd in de Raad van Ministers, om aan de hand van die projecten goede projectdossiers te hebben, om die projectdossiers dan voor te leggen aan IMF, aan World Bank, aan ook de Inter-American Development Bank. En het zullen projecten gaan op het gebied van productie, agrarische sector, toerisme, ontwikkeling in binnenland, infrastructuur, woningbouw, opvang ook van de sociale noden, de sociale vangnetten, zoals we dat noemen, ICT-projecten. Nogmaals, allemaal projecten die moeten bijdragen dat Suriname in economisch opzicht sterker wordt, stabieler wordt. President Chandrika Prasad Santokhi afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie. Het IMF zal in 3 jaar tijd onder scherpe voorwaarden $690 miljoen beschikbaar stellen aan Suriname.